Heel goeie avond iedereen. Als ik u vertel dat we het over de toestand gaan hebben, dan vraagt u zich waarschijnlijk af de welke. Wel, we gaan ze allebei doen. De politiek met Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws en met collega Ivan de Vadder. We gaan praten over het bezoek van de koninklijke opdrachthouders aan de koning en over die toch wel bijzondere manier van leden bevragen bij CD&V. Tom van Grieken zal daar ongetwijfeld ook wel iets over zeggen, over willen zeggen, vermoed ik. Maar hij komt toch vooral over zijn boek praten dat deze week verschijnt. En nu is het aan ons, dat is de titel waarin hij schrijft dat het tijd is voor fase 3, meneer Van Grieken, de grootste worden? Ja, dat is de noodzakelijkheid om dit land in een andere plooi te kunnen leggen. Ja, en ze zijn, ik heb dat net in de zaken gehoord, ze zijn allemaal bang van u. Ja, oké, dat is goed, want ze zijn toch niet goed aan het aanpakken. Ze moeten wat meer schrik hebben, niet van mij persoonlijk, maar van de man in de straat die het meer dan spuugzat is. Daar gaan we het ook over hebben. En over uw boek natuurlijk straks. Hè. En die andere toestand, de coronatoestand, daar praat ik met Patrick Lefevre over. Patrick, hoe lang zit je nu al in dat in het vak? Oh, 40 jaar. Ja, heb je dit al meegemaakt? Nee. Nee, nog nooit. Want ik hoor nu Parijs-Roubaix zou op de helling kunnen komen te staan. Maar het is een verbod om massabijeenkomsten te hebben in Frankrijk van meer dan 1000 mensen tot 14 april. Als ik me niet vergis, Parijs-Roubaix 12 april. Ja, het valt er net binnen. Hè. Enfin, laat ons hopen. Ja, kunnen ze rijden en dan niet zonder publiek in de piste erbij toekomen. De overwinning blijft hetzelfde. Het is stilaan goed geweest. Hè. De koers willen we niet blijven missen. Is nee, inderdaad. Nee. Welkom iedereen aan tafel en welkom in thuis bij de afspraak. ...288 dagen zijn we na de verkiezingen, 444 dagen zonder volwaardige regering. Nog een beetje volhouden, we stellen ons eigen wereldrecord nog een beetje scherper. Twee dingen die ik met jullie dus wil bespreken, die enquête bij CD&V. En eerst de visite van Patrick de Waal en Sabine Laruelle bij de koning. De eerste keer was dat, ze zijn bijna 3 weken geleden zijn ze aangesteld. En het wordt nu met een week verlengd. Volgende week maandag moet dan een definitief verslag komen, zo wordt dan gezegd. Dan vraag ik me af, Ivan en Isolde, wat kan je nu in die week nog doen dat je de voorbije 3 weken niet hebt kunnen doen? De vraag stellen is ze beantwoorden, denk ik. Maar er zijn in het communiqué dat het paleis na afloop heeft verspreid, zijn er toch wel wat elementen die anders zijn. Er is niet meer sprake van het opzoeken van een volwaardige regering. Dat klinkt misschien een detail. Hè? Dus het was van om zo snel mogelijk een volwaardige regering te vormen. Zo was het in het verleden. Nu wordt staat dat er gewoon, niet meer gezegd? Nee, nu staat er gewoon een regering te vormen. Een regering kan bijvoorbeeld een regering van lopende zaken zijn die je aanvult met of die je in het parlement meerderheden bezorgt. En als je dat voldoende doet, er zijn een aantal crisissen die zich aandienen. Je hebt de coronacrisis, die je een sanitaire crisis kan noemen. Je hebt kernenergie, waar een probleem is. Het Grondwettelijk Hof heeft daar een arrest geveld. Je hebt onze begroting, economie. Dus als je heel snel rond een aantal thema's oplossingen zou zoeken, is het misschien mogelijk om daar rond te gaan werken en op die manier consistent een meerderheid te gaan bouwen. Goed, In die week tijd. Ja, ik heb de indruk dat ze deze week misschien vooral de druk nog willen opvoeren op CD&V, maar met welk resultaat? Ik geloof nooit dat ze vandaag zeggen van N-VA moet toch nog aan tafel komen, dat binnen een week ze zullen zeggen, ah nee, het is goed, we zullen nu toch aan tafel gaan om Vivaldi en regering zonder N-VA te onderhandelen. Dus ik ben nogal, ik weet niet goed wat we van deze week moeten verwachten, maar ik heb er geen goed oog op voorlopig. Ik kan heel verrast worden en de koninklijke opdrachthouders weten misschien meer dan ons. Het feit dat ze doordoen wordt door sommigen gezegd van, ja, ze moeten nog ergens een sprankeltje hoop zien. Ik ben blij dat zij het zien. Was ook geen alternatief. Er was ook geen alternatief, effectief. Wie zou je dan het veld insturen? Dus ik denk niet dat we maandag Eureka een oplossing zullen hebben. Als je het gesprek daarnet met Joachim Koens in ter zake hebt gezien, dat was een zeer zinvol gesprek met heel logische gedachtegangen. Zinvolle vragen, bedoel je? En ook zinvolle reacties. Alleen maakte ik mij de bedenking, dit was een gesprek dat op 27 mei 2019 had gevoerd kunnen worden. Ja. En dus die sense of urgency, die mis ik ongelooflijk. Maar dat is toch wat jij zegt?
echt een zinvol gesprek. Ik heb me wel de hele tijd afgevraagd, heeft hij de voorbije 9 maanden gemist? Ja, ja, maar dat is net wat ik bedoel. Hè. Hij pleit ervoor om allemaal rond de tafel te gaan. Hij pleit dat iedereen praat. Dat zijn allemaal heel logische... Hij pleit vooral dat N-VA er toch wordt bij betrokken. Maar dat is toch al zo vaak gebeurd. Ja, ik vind het... Enerzijds zegt CD&V van... we willen een regering met een Vlaamse meerderheid. Anderzijds zegt die partij niet duidelijk nee tegen Vivaldi. En dat irriteert me eigenlijk mateloos, dat er eigenlijk nog altijd geen duidelijk antwoord komt, waardoor dat de formatie nog altijd slabakt. En je eigenlijk ook geen nieuwe fase zou kunnen ingaan. Er was heel veel kritiek op de Jean Aymar van Paul Magnet. Maar je kan er wel één ding van zeggen, dat ze op zijn minst duidelijk was. Mm-hmm. Nu heb je toch een beetje een partij die dus nog een slag om de arm houdt om, wie weet, misschien toch nog van positie te veranderen. Dat mag, maar de tijd van die spelletjes, dat schimmenspel, vind ik dat eigenlijk wel gedaan is. Het is toch wel tijd om ofwel over inhoud te gaan praten met die andere partijen, ofwel te zeggen van... goed, dit willen wij niet. En dat is een terecht... Zij mogen die optie zeggen, hè. Dat is even... Maar het is... Je hebt natuurlijk heel jonge voorzitters. En dan bedoel ik, Joachim Koens is niet qua leeftijd jong, maar is heel onervaren. Is meteen nadat hij voorzitter benoemd was, is informateur geworden. Heeft dus ook geen tijd gehad om zich als voorzitter te zetten in die partij. Gebruikt nu een bevraging waar heel veel opmerkingen over zijn om eigenlijk het standpunt wat de partij al lang... inneemt om dat nog eens te bevestigen als een soort marketingstunt om zichzelf als voorzitter binnen die partij te zetten. Het zijn allemaal elementen en je kan dat mechanisme bij heel veel partijen gaan onderscheiden. Kijk naar Aimé Georges-Louis Boucher, kijk naar Conor Rousseau bij SPA. Je vindt het bij heel veel partijen terug. En het maakt, daarnet gebruikte iemand op de RTBF, een van de collega's, het beeld dat we op een soort rotonde zitten waar geen afritten meer zijn. En iedereen zit op die rotonde te draaien al 9 maanden aan een stuk. En we horen elke keer opnieuw hetzelfde. Hè? Paars geel hebben we een hele tijd gehoord. Nu zitten we met Vivaldi en we horen elke keer opnieuw hetzelfde. Want de opties die Ivan daarnet noemde, zoals een noodregering of de afspiegelingscoalitie, eigenlijk zijn dat gewoon andere paadjes om terug op hetzelfde kruispunt te komen. Laat ons dat eens even vast, wat jij daarnet zei, hè? Een noodregering, wat is dat? Ja, een noodregering is eigenlijk een contradictio in terminis. Want een regering is een regering, die heeft een meerderheid, dan is het niet meer nood, dan is ze vertrokken. Ja. Dus je kan spreken misschien over een tijdelijke regering, of een regering met een heel beperkte opdracht. Maar hoe ziet dat eruit? Wie doet er mee? Wie doet er niet mee? Maar dat is de grote vraag. Waar Patrick de Waal en Sabine Larouët wel naar keken nu, was wel een noodregering met de Vivaldi-partijen. Misschien dat het tiende als een soort overgangsfase, een soort manier voor CD&V om toch in die constructie te stappen. Om toch N-VA te lossen. Ja, om toch N-VA te lossen. Vivaldi betekent zonder N-VA. Ja, voor heel de duidelijkheid. Ja, dus Vivaldi is zonder N-VA. En dan kan een noodregering een soort overgangsfase zijn. En waarom is dat dan een noodregering? Dat is mijn probleem met die term eigenlijk. Dat is op weg naar, iemand noemde het ook, een gemaskeerde versie van de Vivaldi-coalitie. Het is een manier om er een pad om er naartoe te gaan. Maar in C lost het niks op. Je hebt eigenlijk maar twee... Ofwel wordt er een regering gevormd, ofwel, en dat is dit weekend ook weer op de tafel gelegd door verschillende mensen, krijg je een soort mechanisme om te zeggen, weet je, op dit moment kan men eigenlijk dooronderhandelen tot in 2024. Ja. Er is geen enkele wet, geen enkel mechanisme, geen enkele procedure die dat tegenhoudt. Een idee zou zijn, laten we een procedure in het leven roepen dat je een soort afspiegeling... Hè? Je neemt de Vlaamse partijen, je neemt een aantal Franstalige partijen en die moeten dan op een bepaald moment, als je na 6 maanden geen regering hebt, moeten die aan het werk met een aantal kleine, dringende problemen. En men zou blij zijn, meneer Van Griek, dat hij er niet bij is. Hè? Maar volgens mij is er een derde optie. Het voorbeeld van de Franstalige collega's, dat carouselletje, dat is een veel beter voorbeeld, is met kaarten. Als je kaart hebt, wezen, en iedereen zegt pas, je kunt 1 keer passen, oftewel moet er iemand miserie spelen, of anders geef je de kaart terug en schud opnieuw. Nieuwe verkiezingen, het mag voor mij wel langzaam gaan komen, al was het maar om jullie te ontzien. Meneer De Vadder, ik geef eerlijk toe, als ik u 's ochtends op de radio hoor over nog eens een nieuwe analyse, over weer een schimmenspel. Al 9 maanden dezelfde. Ik duw u af en ik luister Peter van der Veyre, die hyperkinetisch is, maar liever dat dan nogmaals een analyse maar ik hoor, daar niet over de inhoud gaat. Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig? Ik hoor Pieter Jan de Smet daarnet interessant
zaken zeggen, ik voel vandaag aan alles dat dat absoluut is wat ze willen vermijden. Hè? Ja, ja, het is ook logisch dat meneer Van Grieken daarvoor pleit. Zijn partij doet het goed in de peilingen. Ik ben slapend rijk aan het worden. De verwachting is... ongemakkelijkere positie De verwachting is dat als er verkiezingen zijn, dat Vlaams Belang daar wel bij vaart. Nu, je kan natuurlijk, we hebben geen glazen bol, we kunnen dat niet met zekerheid voorspellen, maar dat is wel een beetje de verwachting. Er zijn eigenlijk maar twee partijvoorzitters die daar vandaag voorstander van zijn. Dat is meneer Van Grieken en Peter Mertens van de PvdA. En al de andere partijen willen het niet. Maar eerlijk gezegd, alle andere partijen doen ook geen moeite om uit die rotonde van dat ritje te geraken. Ja, volgens mij is er een uitweg. Hè? Of je stelt vast dat er twee landsdelen zijn die alle twee in de richting uit willen. En dan gaat gewoon een meer autonomie naar de deelstaten. Dat is dan maar iemand waar de Franstaligen het drempeltje over moeten. En dan kun je verder over inhouden. Bart De Wever zei dat van het weekend bij de collega's van VTM. De macht bij de deelstaten. Hoe moeten we ons dat concreet voorstellen? Ja, dat is bijvoorbeeld die afspiegeling die je krijgt waarbij de Vlaamse partijen van de Vlaamse regering en die van ofwel de Franse gemeenschap of het Waalse gewest samen een regering vormen. Maar natuurlijk, meneer Van Grieken, met alle respect, u zegt gewoon in dat hele spel van regeringsonderhandelingen. Wij spelen volgens andere regels. En die andere regels laten ons toe om op een andere manier te gaan functioneren. Je voelt wel dat de andere partijen op dit moment nog altijd binnen dat kader van de huidige regels proberen, en met alle kritiek, negen maanden in hetzelfde cirkeltje. Maar dat is wel het verschil. Hè? Je hebt ook de optie van nu voor te bereiden voor in 2024 de grote stad. Dat zal gebeuren. Ik ben er eigenlijk maar bijna van dat overtuigd is hetgeen dat zal gebeuren. De één partij nodig heeft de N-VA om overstag te gaan. Een Vlaamse trofee. En de PS heeft een sociale trofee nodig. Ik zeg maar iets, een pensioen van 1500 euro. Er zijn nu twee aspecten waar ik nu persoonlijk goed mee zou kunnen leven. Ja, maar enerzijds communautaire hervormingen en anderzijds een beter pensioen voor de nieuwe verkiezingen. U weet wat Bart De Wever op VTM, ik vind het beeld wel goed gekozen. Hij vergeleek nieuwe verkiezingen met die film Groundhog Day. Waarbij elke dag de weerman opnieuw wakker wordt en dezelfde dag opnieuw beleeft. En dezelfde dag opnieuw beleeft en elke keer opnieuw. Hij wil daarmee aantonen dat je met verkiezingen misschien in kleine machtsverhoudingen, maar in C de grote blokken niet gaat doen veranderen. Het enige wat ik bij nieuwe verkiezingen heb, en dat is na x aantal tijd dat ik dat durf zeggen, want ik had het nooit durven denken dat ik dat zou denken, dat is op zijn minst hebben we dat dan gehad. Het hangt dan niet meer als een soort dreiging boven die formatie, maar op zijn minst heb je dat gehad, dan deal en dan moeten ze verder. Kunnen ze niet nog eens... Ik wil toch nog eens even naar de partij die voor sommigen de sleutel in handen geeft. En jij zegt, als je het interview hoort met meneer Koens, het irriteert mij mateloos wat er aan het gebeuren is. Ik wil een fragment laten horen, niet uit de zaken, maar uit het journaal van vanmiddag. Wel, dat begrijp ik dat u zegt dat het al lang duurt. En dat is ook zo voor de mensen zo. En die vinden dat bij ons ook. Dus we willen absoluut dat er bestuurd wordt, dat er regering gevormd wordt. Maar we zien geen enkele reden waarom we in kase van deze informatieopdracht om de vorming tot een regering tot stand te brengen, men zou een keuze maken die niet mogelijk maakt dat er een Vlaamse meerderheid is. En dat is hetgeen dat onze leden vragen en daar willen wij ook op inzetten. We zien geen enkele reden waarom we in casu van deze informatieopdracht om de vorming tot een regering tot stand te brengen, men zou een keuze maken die niet mogelijk maakt dat er een Vlaamse meerderheid is. Er moet een Vlaamse meerderheid zijn. Ja, ja. Voilà, dat is dat. Maar goed, mijn analyse heeft dat net ook geprobeerd. Dat is een heel logisch interview. Ja. Op 27 mei 2019, goed, namelijk de dag na de verkiezingen, niet meer na 9 maanden. Kunnen jullie nu na dit interview, na het interview in Ter Zaken, afleiden dat hij de deur dicht doet voor Vivaldi of niet? Nee, want dat is het probleem. Zoals ik daarnet zei, mocht hij de deur dicht doen, dan wisten we tenminste wat nu. Ze willen een Vlaamse meerderheid, maar die komt er niet. Want PS wil echt niet aan tafel met N-VA. Dat hebben ze eigenlijk tot 10, 11, 12 keer toe duidelijk gezegd. Als de laatste Jean Emare van Paul Magnet niet duidelijk genoeg was, dan weet ik ook niet hoe... Misschien moet hij nog eens op tafel komen kloppen of zo. Maar nogthans, want okay, ze houden een peiling bij hun... of een bevraging bij de leden van CD&V. Een van de vragen was bijvoorbeeld... CD&V heeft altijd gepleit voor een federale regering met een meerderheid langs Vlaamse zijde. Wat vind je van deze koers? 63% zegt goed zo... Is dat een goede zaak om op die manier de keuze te kunnen maken? Of heeft dat niet vind anders part, te maken? De politici hebben vandaag de mond vol over luisteren naar de basis. Ik vind op zich, uw leden bevragen, vind ik nu... Daar heb ik op zich geen problemen mee. Als je de leden wil betrekken, moet je het dan maar op een digitale weg doen. Maar met die enquête waren er wel een aantal problemen. Je kon ze 2-3 keer invullen, bijvoorbeeld. Als het op een verschillende computer was, kon je met dezelfde e-mailadres... Als je zelf de mail doorstuurde... ik heb hem gekregen van iemand...
kon je het dan ook opnieuw invullen. Dus, de helft van de leden heeft een mail maar gekregen, want de helft van de leden heeft maar een mailadres. Ja. De andere helft van de leden heeft geen mailadres. Ja. Ja, dus van een representatieve bevraging is geen sprake. Nee, absoluut niet. Dus misschien... je steekt echt je vinger eventjes in het water om te voelen hoe de temperatuur is. Ja. En natuurlijk is die dezelfde als degene die je zelf al de hele tijd naar voren schuift. Het omgekeerde waren toch... Maar als je iedereen vraagt, zou het anders kunnen zijn. Ja, misschien wel, maar we hebben ook al een burgemeestersbevraging gedaan met de krant bijvoorbeeld. En daarvan was toch ook wel al duidelijk dat de meeste burgemeesters van CD&V de koers die de partij op vandaag vaart kunnen appreciëren. Dus het resultaat verbaast me niet, wat mij wel verbaast. En dat mag misschien ook wel eens gezegd worden, zijn de inhoudelijke thema's die dan die bevraagde leden naar voren schuiven. Koopkracht, zorg dichtbij en een rechtvaardige fiscaliteit. Ja. Nu, dat zijn nu niet de thema's dat ze de partijtop op tafel legt die het bemoeilijken om Vivaldi te vormen. Zij hebben het altijd over een staatshervorming en over de ethische thema's die dat in de weg staan. Die thema's hebben de CD&V-leden die dan bevraagd zijn niet echt aangekruist. Sommige politicologen zeggen ook de vragen zijn opgesteld om bevestiging te krijgen van wat je al aan het doen bent. En ik vind het zeer goed dat mensen gevraagd wordt, leden van een partij, naar de thema's die partij... Maar dit gaat over een strategische beslissing. Stap je in een bepaalde coalitie, ja of nee, met die? En daar vind ik dat politici hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En niet af moeten gaan op bevragingen die dan nog niet helemaal kloppen. Om een boutade te gebruiken. Ik denk niet dat Jean-Luc Dehaene een bevraging via het internet zou gedaan hebben om te beslissen of hij in 1991, al dan niet met een regering, een noodregering toen, zoals dat heette, zou vertrekken. Dat is een beetje wat mij tegen de borst stoot. Ik denk dat politici dat rustig mogen doen om die thema's te vragen, maar niet voor die strategische beslissingen. Daar verwacht ik dat ze echt wel zelf hun verantwoordelijkheid nemen en leiderschap tonen. Waar zijn we volgende week maandagavond over aan het praten, Isolde? Hetzelfde. Weer hetzelfde. Isolde? Nee, maar... Dat is ook Groundhog Day. Hè? We zijn ook al 9 maanden hetzelfde proces aan het beschrijven, elke keer opnieuw. Ja, en... ja, we kunnen niet zeggen wat er komt. Men zou er nu al een boek kunnen over schrijven. Uw volgende boek misschien, meneer Van. Misschien. Over hoe de anderen doen. Maar we gaan over dat van u praten. Hè? Woensdag te vinden in de boekhandel en vanavond al hier bij ons op tafel. Het boek, een ego-document, zo staat er in het voorwoord, over de man die Vlaams Belang na een lange weg toch wel helemaal terug op de kaart heeft gezet. We zouden liever een Vlaamse bom gooien op de communautaire onderhandelingen. Tom van Grieken is de nationale voorzitter van de Vlaamse Belang Jongeren. Ik zweer de grondwet na te leven. Sinds 25 mei ben ik Vlaams parlementslid. En misschien nog wel het belangrijkste, al 11 jaar lang een geëngageerd lid van het Vlaams Blok en het latere Vlaams Belang. Ik geloof rotsvast in ons geliefd Vlaams Belang. Daarom stel ik mij graag kandidaat voor het nieuwe voorzitterschap. U bent deze week verkozen tot nieuwe voorzitter van Vlaams Belang, jonge voorzitter. Eerst werden we genegeerd, dan werden we uitgelachen, dan werden we bestreden en dan wonnen we en hoe dat we gewonnen hebben. N-VA blijft de grootste partij in Vlaanderen, maar Vlaams Belang heeft de parlementsverkiezingen heel overtuigend gewonnen. Een primeur vanmorgen voor Tom van Grieken. Hij is de eerste Vlaams Belangvoorzitter die op gesprek gaat bij de koning. Dit is de normaalste zaak ter wereld, dat een partij die verkiezing heeft gewonnen uitgenodigd wordt door het staatshoofd. Voorzitter van Grieken, die hij nogthans eerder een paljas noemde, wordt uitgenodigd. De twee geven elkaar als cadeau een paar flesjes paljas. Eerst meneer Van Grieken, als ik even mag, als u die beeld bekijkt van bij de studenten 10 jaar geleden. Of zoiets zal het ongeveer zijn, ja. Dat is nogal een metamorfose die u heeft doorgemaakt. Ja, inhoudelijk misschien niet, maar misschien vormelijk toch wel. Ik dacht net te vragen, alleen van buiten of ook van binnen? Ik ben nog steeds een overtuigd Vlaamse socialist en republikein, dus op dat vlak is er niet veel veranderd. Gematigder geworden, een beetje? Inhoudelijk niet, maar ik heb wel het idee dat het belangrijk is dat eerst mensen de moeite doen om te luisteren naar uw boodschappen, die mensen zover krijgen, minstens even belangrijk is dan uw boodschap overbrengen. Salonveeg noem dat zeker. Nee, want salonveeg dat heeft altijd mijn bijklank voor schouderklopjes, dat uw tegenstanders zeggen dat je goed bezig bent. Ik hoef geen schouderklopjes van mijn tegenstanders, maar liefst van mijn medestanders. Ja. Was het al altijd voor deel 1 van uw memoires? Nee, maar er was een... Jan de Meulemeester, die het voorwoord heeft geschreven, heeft enkele dagen na de verkiezingen gezegd, je zou die 5 jaar toch eens aan iemand moeten vertellen of neerschrijven. En dat zinnetje is mijn hoofd blijven spoken. En eigenlijk...
Ik zou mezelf bijna geen 5 frank hebben gegeven 5 jaar geleden toen ik eraan begon. Hoeveel mensen hebben onze partij niet doodverklaard? En, ga je microfoon een klein beetje... Is die gedrukt, mijn excuses. Heeft onze partij doodverklaard. En ja, er is toch wel iets opmerkelijk gebeurd op die 5 jaar. En ik heb nu het voorrecht om dat op de eerste rij mee te maken. Dus niet alleen een terugblik van de afgelopen 5 jaar, maar ook wat nu? Wat gaan we met die komende 5 jaar doen? Wat is dus, als u zegt, ik had mezelf geen 5 frank gegeven, wat is de sleutel geweest volgens u? Ik ga niet te veel pluimen op mijn noot steken, omdat er veel externe factoren zijn die meespelen. Maar we moeten wel een plan hebben. Mag het. Ja, maar mijn analyse was wel duidelijk dat er niks aan ons verhaal scheelde. En dat er een nieuwe politieke breuklijn is tussen globalisten, open grenzen, 1 wereldeconomie. En anderzijds nationalisten die wel vasthouden aan tradities en wel een natiestaat willen, wel een sterke sociale zekerheid. Dat is de realiteit. Maar positionering en u daarop durven positioneren, ik weet nog als ik in het begin zei, onze strijd moet ook een sociale strijd zijn. Dat sommige politieke analisten zeiden, dat is zo ongeloofwaardig. Maar niemand in de wetstraat gelooft nu, twijfelt aan ons sociaal profiel op dit vlak. Dus er zijn een paar keuzes die gemaakt als partijbestuur en die proberen te volgen. Maar door in het boek zal je ook lezen dat sommige dingen ook onstoemelings gebeuren en sommige dingen ook gewoon toeval zijn en meeval. Dus het is een beetje kijken onder de motorkap hoe ik het als voorzitter 5 jaar heb beleefd en vooral ook kijken naar... Als we echt iets willen veranderen, ja, dan gaan we aan zet moeten komen. Is het niet meer voldoende om alleen vanuit de oppositie te zeggen dat is fout, dat is fout, dat is fout? Ik spreek hier in het boek wel effectief de wens uit. Als de kiezer ons een sterk mandaat geeft binnen de volgende verkiezingen, die mogen eerder snel komen dan laat, dan wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen, maar dan moet ik echt een sterk mandaat hebben en het... Het zeggen dat je aan beleid wilt deelnemen is sterker dan moet je niet. Dan moet je niet de dag na de verkiezingen beginnen over nadenken. Daar moet je nu al mee bezig zijn. En het al neerpennen. Ja. Jullie hebben het al gelezen intussen. Ja. En wat zijn de bedenkingen? Ja, het is een politiek boek. En politieke boeken zijn ook vaak propagandaboeken. Dat is gewoon, dat is niet alleen in dit geval, dat is vaak zo. Het geeft inderdaad af en toe een blik onder de motorkap, zoals meneer Van Grieken zegt. Maar het is een bekend pleidooi. En hij legt erin in bloot hoe dat hij eigenlijk de partij vanaf die vreselijke verkiezingsdag voor Vlaams Belang dan in 2014 heeft proberen omvormen tot de partij die ze nu is. Ja, er zijn een paar dingen wel dat ik als journalist dan, en ik ga dat heel eerlijk zeggen, waar ik als ik het las graag een potlood had genomen en kanttekeningen erbij had gezet. Zeker in de mediakritiek. Meneer Van Grieken heeft zo'n soort haat-liefde-verhouding met de media, of toch de mainstream media zal ik het dan noemen. Eigenlijk valt hij ons wel graag aan, maar tegelijkertijd zou hij er ook graag door herkend worden. En hij had wel een aantal... hij had soms terechte punten aan, durf ik zeggen, maar hij had ook vaak punten aan waarvan ik heel gemakkelijk, die ik heel gemakkelijk kan weerleggen. Herkent u dat? De zoektocht naar herkenning en de toch moeilijke verhouding met... Ja, maar ik ben in die verhouding ook altijd heel correct geweest de afgelopen 5 jaar. Maar ik heb die elementen en die voorbeelden aangehaald in mijn boek dat het verdomd niet simpel was als een partijke van 5,9% u toch in de picture te werken zonder onnodig mensen voor het hoofd te stoten. En eigenlijk moet ik de klassieke media dankbaar zijn, want het is net door... Een onderbelichting van mijn partij in het hele spectrum, dat ik mij heb moeten wenden naar sociale media. Het is net omdat ik nog steeds geen opiniestuk in de Standaard mag publiceren of niet mag adverteren in sommige grote kranten, dat ik andere kanalen heb moeten zoeken. En ik waren diezelfde klassieke media die zeiden, sociale media. Het is soms een beetje ook... Eigenlijk, achteraf gezien, in die 5 jaar moet ik eigenlijk merci zeggen tegen de mainstream media dat ik net sociale media zo heb moeten gebruiken. Ja, maar ik vind soms ook... de kritiek is van... begint dan van... We waren een kleine partij. Jullie waren eigenlijk gestrand net boven de kiesdrempel. Eerlijk gezegd, of dat jullie het nu zijn of PvdA, ja, er is gewoon minder aandacht voor. Je klacht aan dat je na de aanslagen van 22 maart in Zaventem pas na 3 weken door een journalist wordt gecontacteerd. Dat vind ik eigenlijk zo'n beetje van, ja, op dat moment zijn we echt niet bezig met de voorzitter van een kleine oppositiepartij. Ook al heeft hij een soort discours die daarvoor waarschuwde de voorbije jaren. Ik vind dat heel rare kritische elementen. Je haalt de peiling van dit huis onder andere aan op een maand voor de verkiezingen die jullie onderschat heeft. Er was ook een andere peiling die jullie wel op een veel grotere hoogte hebt gezegd. En in die manier gebruik je soms... Peilingen is het verleden.
beneden thermometers in het verleden. Ivan, mag ik meneer Van Grieken, de koning van de social media onder de politici Ja, dat zegt hij ook in het boek. Hij verwijst naar de campagne die de partij gevoerd heeft. Hij zegt ook bijvoorbeeld de campagne tegen het rekeningrijden beschouwt hij, rekeningrijden van Ben Weitz, dat dan teruggetrokken is binnen de Vlaamse regering, beschouwt hij als het succes. Of nog de campagne van de Partij voor de Dieren, die plotseling een soort neppartij onder het mom van Vlaamse Belang bleek te zijn, vindt hij ook heel succesvol. Wat mij het meeste opvalt en ook een beetje stoort, is natuurlijk het geheugen. Er is een anekdote, en ik kom erin voor, in die anekdote waaruit blijkt dat het niet kan. U dicht mij toe dat we elkaar ontmoet hebben op de verkiezingsavond. Kan niet. Ik zat hier op de VRT en u zat in het Vlaams parlement. En dat is natuurlijk wel heel vaak. Bij memoires heb je dat ook. Het geheugen, dat wordt gestuurd. En u schrijft natuurlijk een boek nu met het succes van 18,8%. En dat verhaal reconstrueert u met dat succes. En de vraag is, zou dat verhaal, mocht het maar 12% geweest zijn, zou dat niet helemaal anders geklonken hebben? En is die reconstructie niet eerder een constructie dan een reconstructie? Want dat klopt dus niet wat daarin staat. Dat is maar een detail. Ik wil dat aangeven om aan te geven hoe moeilijk het is om je te baseren op het geheugen om dit soort documenten te doen. Mm. En je reconstrueert als het ware from zero to hero. Kindsoldaat wordt succesvolle partijvoorzitter. En dan denk ik oké, al die elementen die daarin zitten, is dat echt wel een ketting? Klopt dat inderdaad allemaal wel? Maar en heeft het ene wel degelijk tot het andere geleid? Ja. Mocht er niet tot enige zelfkritiek ook in staan, sommige dingen geef ik ook toe, dat misschien toeval zijn, speling van het lot, waar ik geen hand in heb, dat ik misschien anders aan dingen schat. Bijvoorbeeld, ik zal maar toegeven, dit is Vlaamse Grond. Het is ook gelanceerd geweest in die 5 jaar. Een liedje met een clip waar het schaamrood nog steeds op mijn wangen is, dat zat ook in die 5 jaar. Dat hoort er ook bij. Zulke elementen vind je ook in het boek terug. Maar belangrijker dan dat alleen, die terugblik, vrij een eerlijke blik, denk ik, op mijn partij, is toch ook wel het vooruitkijken. Want als ik 5 jaar geleden, het was nog in de zaken met Leeuwen Verstraat, als ik zei nieuwe mensen, nieuwe thema's, nieuwe stijl, niemand geloofde mij toen ik het zei toen, maar ik heb het wel 5 jaar volgehouden. Dat wil ik zo meteen nog naartoe. Ik wil alleen nog eerst weten, waarom moest dat voorwoord van Karel de Vos eruit? Ging omdat het voorwoord van Karel de Vos ging over een zeer kritisch voorwoord over mijn partij en niet over het boek. En in samenspraak met mijn uitgever is dat weerhouden geweest. Het ging over de interne spanningen ook wel een beetje. Ja, natuurlijk. Maar ik wil me daar nu eens expliciet voor verontschuldigen, want eigenlijk ligt de fout bij ons dat wij een verkeerde cover hebben gelanceerd, waardoor meneer de Vos in problemen is gekomen. Ik betreur wel de polemiek rond dat we geen kritisch voorwoord zouden willen van meneer de Vos. Als ik meneer de Vos vraag, toch niet een Vlaams belangpoliticoloog, dan verwacht ik een kritisch voorwoord. Dus het is niet dat het te kritisch was. Het ging gewoon niet over het verloop van de afgelopen 5 jaar. En ik betreur dat meneer de Vos in die polemiek is betrokken. Ik vraag het ook omdat ik me afvraag in welke mate is dat de interne spanningen bedoelingen, als ik het zo mag noemen, tussen de gematigde Vlaams belangers en de meer extreme leden van de partij. In welke mate is dat vandaag nog een bezorgdheid, omdat als u wil meedoen, waar u straks nog zal opkomen, dan heeft u ook anderen nodig. En dan vraag ik me af, zal dat lukken bijvoorbeeld met een Filip de Winter, met een Dries van Langenhoven? Het volste vertrouwen in. Het enige wat je wel kunt zien als ik de motorkap op heb, dat een partij bestaat uit mensen. Hmm. En waar mensen zijn, wordt er al eens gemenst. En dat is niet het einde van de wereld. In dit huis kan ik me ook wel inbeelden dat er soms ook al eens een cafeetje is. Dat maakt op het einde moet je goede programma's afleveren en resultaten. En dat is hetgeen dat telt. Begrijp ik, meneer Van Grieken, maar als meneer De Winter praat, dat was net voor de verkiezingen, over schurftmigranten en het busje komt zo en neemt hem wel mee terug. De tweet heeft de foto ook getweet. Hè. Zijn dat geen dingen, als u zegt van ik zal medestanders moeten zoeken, om als ik echt mee wil besturen, wat u daarnet ook zei, wordt dat niet moeilijk met dit verhaal voor andere partijen? Dit helpt niet echt, maar als je het boek nu zou reduceren tot enkel dit, dan negeert je 98% van het boek. Er zijn altijd is er een zekere bandbreedte bij elke partij. Mm-hmm. Ik denk dat meneer Bogaert bij de CD&V en meneer Koens ook een zekere bandbreedte hebben. De bandbreedte bij de VLD is er ook wel die een 20-fout is dan bij andere partijen. Ja, dat speelt uiteraard, maar in essentie over het programma, ik denk dat er veel minder verschillen in het programma zijn tussen mij en Filip dan bijvoorbeeld meneer Bogaert en meneer Koens bijvoorbeeld. Ja, je ziet toch wel... Dat is een oude tweet, maar
dat is niet gestopt. Hè. Je hebt de voorbije weken nog wel voorbeelden gehad waarbij dat sommige foto's bewerkt werden voor een bepaalde campagne. Of je zag Philippe de Winter een flyer tweeten van HEMA van oké, enkel nog gekleurde mensen op die flyer. Nu ja, goed, iemand anders legde bloot van als je die flyer, die was gewoon in twee gevouwen. Onderaan stond dan wel een babytje met een blanke huidskleur. Ja, ik vind dat heel dat concept van... hij heeft dan zelf ook eens gezegd van... het is misschien niet waar, het had waar kunnen zijn. Ik vind dat soms nog te veel in de partij. En niet alleen bij meneer De Winter. Je ziet het soms ook bij meneer Van Langenhoven zijn tweets. Is dat iets waar u nog moeite moet voor doen om het wat te containen? Of, vooral duidelijkheid. Of laat u de mensen... Zodra je iets fout tweet, moet je daar recht zitten. Mijn partij zal ook wel iets fout hebben getweet. Dat zal wel eens gebeuren. Maar het is toch een andere stijl? Maar je moet dat recht zitten. Ik vind dat het eens zelf is. Als het concreet gaat over die flyer, ja, ik vind wel soms... dat de multicultuur nogal zeer hard gepropagandeerd wordt, ruimer dan de realiteit is. Mm-hmm. Ik vind dat wij als Vlaams Belang dat mogen aankaarten. Ja, maar de toon erop, dat was niet de waarheid. Maar de toon erop, daar kun je over discussiëren, maar dat is niet aan journalisten of politieke tegenstanders om over te oordelen. Nee, het is kiezer. Het is een vraag, als u mee wilt besturen, heeft u anderen nodig? Dat was een vraag. Ik wil de rechter, meneer Van Grieken. In sommige gevallen worden er overtredingen vastgesteld ten opzichte van negationismewet, revisionisme, racisme. Je hebt het over van onze partij. Je hebt het over Dries van Langenhoven. Dries van Langenhoven heeft een aantal klachten daar rond gehad. Dus de rechter speelt ook wel een bepaalde rol. Ik ben blij dat u de rechter aanhaalt. Want weet je nog, mijn vorig boek, toen hebben we voor aan de boekenbeurs te kunnen staan, Hemel en Aarde verricht, en de rechtbank in eerste aanleg, hetzelfde niveau dan als vooruit in 2004, heeft geoordeeld dat mijn partij geen racistische partij is. En voor meneer Van Langenhoven, en dat neem ik nogal best persoonlijk op, omdat je in de rechtsstaat onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen. Sommige media heeft hem bij voorbaat al veroordeeld. Maar de vraag die we moeten stellen is, wat als Dries nu eens vrijgesproken zou worden? Gaat het aan dezelfde voorpagina's zijn, vrijspraak voor Van Langenhoven? Want als ik mijn geld ergens zou opzetten, zou ik mijn geld zetten op de vrijspraak. Ja, maar... Goed, ik wil nog even naar de toekomst kijken. Hè? Want wat, als u zegt, ik wil nummer 1 worden, minister-president, als u mag kiezen? Het postje absoluut niet, maar het punt... Maar wat zou uw droomjob zijn? Ik heb in 2004 gezien dat we eigenlijk de grootste partij waren, maar een kartel groter was, waardoor wij niet aan zet kwamen. Mm-hmm. Ik heb gezien wat het betekent als je niet de kingmaker bent in 2019. Dus een oproep is, wilt je echt iets veranderen, dan moet je nu echt iets veranderen door onze partij het grootste te maken. En daar gaan we naar werken en we gaan voorbereid zijn tegen... Maar waar zit volgens u het groeipotentieel van Vlaams Belang? Want om daar nu nog wat bij te doen, wat u zegt, hè, we willen toch liever met 2-3% voorsprong de grootste partij zijn. Waar zit volgens u nu nog het groeipotentieel van Vlaams Belang? Ik geloof dat heel veel mensen op mijn partij kunnen stemmen. En ik zie ook heel die samenleving wat naar rechts opschuiven. Ik heb het in mijn boek ook beschreven, fase 1. Dat zijn de nationalistische oppositie. Dat is Philippe en Gerolf, maar in Frankrijk Jean-Marie Le Pen. In Frankrijk Bossi, die er tegenaan. Er zijn nog rechtse partijen hier. Dan krijg je een tweede fase. Belangrijke tweede fase zijn de namaaknationalisten. Sarkozy in Frankrijk, Berlusconi in Italië. Misschien hier een beetje Bert de Wever. En de derde fase is die nationalistische beleidspartijen. Dat zie je in Italië, Oostenrijk. Mm-hmm. Niet allemaal even goed afgelopen, ik voer dat eraan toe. Maar je voelt wel, heel Europa schuift op naar rechts en partijen als de onze... komen vroeg of maar laat. Hoe gaat u er hier nog eens 5% bij doen? Wat zal, als u, stel dat het volgende maand verkiezingen zijn, wat is het als u één thema moet kiezen hier? Ik denk migratie, voor alle duidelijkheid. Wat er nu aan het gebeuren is, Turkije, Griekenland daar, hoe dat zelfs onderbelicht is, mijn inziens, wat daar aan het gebeuren is, dat er met mensenlevens gechanteerd wordt, gechakkerd wordt tussen Erdogan en de Europese Unie, ja, daar komen haren van recht. Ik zeg u, in 2015 was ik een kleine partij en stond ik aan de zijlijn te kijken naar een grote migratiecrisis. Dit is eentje die dat gaat overtuigen. Treffen als Europa geen maatregelen neemt. Met hoeveel procent zou u tevreden zijn? Vooruitgang is vooruitgang en de grootste is de lat zeer hoog leggen, denk ik. Maar je mocht er ambitie hebben in het leven, nietwaar? Ja, absoluut. Iets waar we mogen op afrekenen? De grootste worden. Wat percentage? Ja. We zullen, hè? Niet we moeten, maar we zullen, zegt hij ook. Ja, we zullen. Het kan ook niet anders. Ik wil echt dat Vlaanderen er beter op vooruit gaat. En dat gaat alleen maar als we aan zet komen. En ik heb er grondig over nagedacht. Dan moeten wij de kaart in een ander nemen in 2024. Het kan niet anders, want de uitdagingen waar we voor staan zijn zo groot. Maar je bent wel zegenzeker. U zegt niet alleen we moeten, u zegt ook we zullen. Omdat ik niet anders kan. Ik heb er gestaan en geen derde partij gevonden. Ik heb niet de gesprekken kunnen voeren met een derde partner. Ik stond gewoon maar
in de rij te wachten. Dus ik, we zullen zien. De vraag was ook, had je dit boek geschreven als je maar 12% had gehaald? Ik heb daar gezeten, over de onderhandeling, concreet hoe Vlaanderen anders kan uitzien. Wel, ik zou echt graag dat die Vlamingen die zo lang op het Vlaams Belang stemmen, eindelijk dat beleid ook krijgen. Dat is de inzet. En daarom moet het en zal het. En nu is het aan ons woensdag in de boekhandel. Ja, klopt. Tom van Grieken, dank je wel. We gaan kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. De vraag is op dag 288 na de verkiezingen van mei vorig jaar. Wat nu? Zal ik het zeggen? We gaan een stuk België bij Nederland trekken. Dit is de huidige situatie, hè? Nederland, Vlaanderen, Wallonië. Slaat nergens op, maar kijk, dit is wat we doen. Voilà, Wallonië komt bij Nederland. Dat is mooi, toch? Er is echt nood aan. Ja. Ja, het is hier echt veel te gevaarlijk. C'est tout qui doit nous protéger, pas faire la violence, c'est ça qui j'appelle. Les citizens, on doit faire quelque chose. Ça, c'est l'injustice totale. I just want International Women's Day for all of us to be a reminder of how strong our community is with women inside. So thank you very much. Hou hem in de gaten. Kijk, hier is hem. En nieuw volkslied, jongens. Mag ik wat muziek? Kom maar. Walhelmus van Nassau, Belgiek van Duitsen bloed. Want Vlaanderen wilde u niet houden, maar hier bij ons zit u goed. Luxemburgers. Arjen Lubach en vrijdag in de afspraak op vrijdag met Ivan de Valler. Ja. Maar eerst nog een beetje corona. We moeten nog een beetje corona doen, anders gaan we ontwenningsverschijnselen krijgen, denk ik. Gelooflijk, als je het allemaal opgelijst ziet. Patrick Lefevre, manager van de Koning Quickstep. Manager of crisismanager deze dagen? Nou, altijd manager. Ja? Ja. Valt het mee? Valt het mee? Je staat toch machteloos. Hè? We hebben altijd een plan B klaar. Als we Tirreno niet rijden, gaan we onze klassieke coureurs die daar reden overhevelen naar Parijs-Nice. Dan een paar jongens eruit halen. Gelukkig heeft de organisatie onszelf gebaat en zegt, kijk, we gaan een geste doen. Je mocht één coureur meer opstellen. Acht in plaats van zeven. Daar waren we blij mee. En we wachten ook af. Hè? Dus ja, kunnen we niet anders. Maar hoe groot is de impact voor een... Het is, ja, jullie hebben een wereldploeg. Hoe groot is die impact nog toe? Voor een ploeg die 68 koersen per jaar wint, die winnen niet alleen in januari, maar winnen ze van januari tot oktober. Mm-hmm. Maar ik steek natuurlijk niet weg dat onze core business is het moment van Omloop het Nieuwsblad tot Luik Bassenkeluik. En dan komen er natuurlijk de rettenkoersen, zoals de Ronde van Italië zo. Wij doen overal mee, voor alle duidelijkheid. Maar ook onze core business ligt hier natuurlijk. Mm-hmm. Ja, goed, maar en de impact, want sponsors en events en als je dan hoort dat er van alle dingen afgaan. Want hoe leeft het binnen de ploeg bij de renners op dit ogenblik? Wel, wij waren natuurlijk al een beetje op voorbereid wat er ging gebeuren, natuurlijk niet. Maar hoe mensen kunnen bijna panikeren. En als er nu iets is waar ik heel sterk in ben, ik panikeer nooit. Tenzij dat ze me zeggen dat ik morgen vroeg niet meer wakker word, dan misschien wel. Maar ik panikeer nooit, want ik vind dat een hele slechte raadgever. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk al 2 jaar bezig met handen te ontsmetten en van alle maatregelen te nemen op de bus en in de restaurants. Dat doe je al 2 jaar? Dat doe je al 2 jaar. Niet omdat we dachten dat er een virus kon, maar zoals je er net zelf aan houdt, renners zijn topsporters die heel mager staan. En het minste die verkeerd loopt, vorm, is tussen ziek zijn en niet ziek zijn. Want ze staan zo scherp, hè? Zijn die mannen dan toch niet ongerust? Want ik heb er geen eentje gehoord, want op een bepaald moment, ja, mijn vrouw bemoeit zich nooit, maar van de week zei ze, ja, maar ja, zou ze terug kunnen het personeel bellen om te vragen of ze wat willen gaan? Ja. Ik zei, nee, ik vind niet dat ik dat moet doen, want als je het zelf vraagt, dan er misschien bij zijn die zeggen, ja, ik zou liever niet gaan. Ja, maar tot dusver niemand die zegt van, sorry, maar ik heb... Ja, we hebben ook vastgezeten in UAE 3-4 dagen. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar ik had nog veel meer te doen natuurlijk met die jongens die er 14 dagen vastgezeten hebben. Stel je maar voor, heel de winter getraind, steken ze 14 dagen op een kamer. Nog met een man erbij ook.
hè, met twee slappers op een kamer. Dan, er zijn leukere dingen dan dat, ja, natuurlijk. Ja. Zeg, en mentaal, want ik, bijvoorbeeld Alaphilippe, Milan Sanremo is nu is afgelast. Ik weet, want hij zit, we hebben gisteren gezien, hij zit toch al redelijk goed, hè, in Parijs. Niet was hij er dichtbij alles is met de vierde plaats, ja, was het zeker? Ik heb goed nieuws, ging Milan Sanremo toch niet rijden. Hij ging niet rijden? Nee, okay. Hij pikt naar de Ronde van Vlaanderen tot Luik Bastenkeluik. Nu alles doorgaat natuurlijk. Vandaar dat hij ook een beetje later in vorm is. Vorig jaar woont hij al in Colombia, in Argentinië. Ja. Maar nu proberen we een beetje later te pikken. Dus Milan Sanremo ging het toch niet rijden. Want anders, als je dat in je hoofd hebt en je bent daar dan die mannen een hele winter basis leggen en dan er naartoe werken en dan wordt zo'n koers, dan werkt dat toch mentaal zo? Ja, dat heb ik al wat te doen met Greg Van Avermaet en compagnie, die van een ploeg niet mogen rijden. Of de ploeg wel niet rijden. Ineos kan ik nog een beetje begrijpen. Ze hebben een sterfval gehad, ploegleider, hartinfarct. Maar ja, als ik prijsvol ben en ik heb 40 miljoen per jaar voor 5 jaar, ga ik me ook even in de zetel zetten met een sigaar. Zoals en een Ineos whisky. Bijvoorbeeld, ja. Bepaalde andere ploegen verdenk ik ervan als ze een dubbele agenda hebben. Hoezo? Dat ze misschien wel gevallen hebben, maar dat ze niet vooruit komen. Ah? Ik zou het doen, als je dat hebt, ik zou het willen zeggen. Maar je verdenkt natuurlijk... maar heb je iets opgevangen dan? Ja, Radio Peloton kent je. Ja, dus ze zouden jullie gevallen... Jullie kennen die zender niet, maar wij wel. Wel, we kennen hem, maar we hebben er geen toegang toe, hè. Wat dat zeg je. Ja. Het is niet zo moeilijk, want renners, hè, men spreekt altijd van Omerta en onze stil. Maar dat is denk ik nergens minder Omerta dan de wielersport. Ja. Die coureurs, ze hebben allemaal bij elkaar in een ploeg gezeten, 2 jaar geleden, 5 jaar geleden. En in Peloton wordt er natuurlijk gebabbeld. Dat gaat rond. Dus je denkt eigenlijk ook bij de grote ploegen dat er een paar stevige namen misschien zijn, ja, die corona hebben. Ik heb er niet gezegd dat het zo is, maar... dat paniekgedoe, dat begrijp ik niet goed. Ja. Nee. Vind je het onterecht dat ze die koersen afgelasten? Wie ben ik om dat te bepalen? Bepalen niet, maar vind je het... Ik hoorde graag Magie de Blokbeest, die zegt dat je ziek zit. Blijf in je kot. Ja. Dat is eigenlijk een taal dat de mensen begrijpen. Goed, maar dat is iets anders dan een koers afgelasten. Ja. En als onze bekendste man van België, meneer professor Van Rans, zegt al die politieke beslissingen om scholen te sluiten, collectief alles stil te leggen, dat is voor niks nodig. Ja. Dus ja, ik ben geen dokter. Hè. Wie zijn wij dan om het tegendeel? We hebben wel nog geen doden in ons land gehad. Hè. Stel dat we de situatie krijgen zoals in Italië is, waar op een bepaald moment echt de besmettingen stegen, mensen die stierven eraan, dan zit je mentaal toch in een andere situatie. Ja. Stel dat dat hier gebeurt... Ik heb een paar Italianen in de ploeg en ik weet ook dat ze zijn natuurlijk veel theatraler dan wij en veel rapper in paniek. Ik denk dat ze in Italië het geval onderschat hebben. Maar wat ik graag zou zien, persoonlijk, is hoeveel mensen zijn gestorven aan corona en hoeveel aan griep. En wat is de gemiddelde leeftijd van de mensen die overleden zijn? Als ik lees 1 Nederlander overleden, 86 jaar, en dan was hij ziek. Wat mij betreft is ieder dode eentje te veel. Dat is duidelijk. Maar aan de andere kant, jonge, gezonde sporters gaan verbieden om een stil uit te oefenen. Als ik vandaag hier in de VRT loop, ik zie dat de mensen hier rondlopen. Ik was van de week in het hoofdkantoor van Quickstep. Iedereen is aan het werk. Ja, wat legt de grens, hè? Ja, nu, hè, want je zegt ik ben geen dokter, maar jullie dokter, Ivan Van Mol, die zegt ook van... Het is niet nodig, hè? Want er hebben een aantal ploegdokters een soort van document ondertekend, ja, om te vragen van kom, laat ons ermee ophouden, met, ja, even met maar, de koers. Ja, dat is altijd hetzelfde. Hè? De politiek komt er niet overeen, maar ook in... wij hebben een vennootschap, Velon, en dan zeggen ze, ja, we gaan een keer een voorbeeld stellen, we zeggen dat we stoppen. Ja, en dan? Gaan we sponsoren hem in 3 maanden zeggen, hebt u niet gepresteerd, maak me een creditnota voor uw factuur die je gemaakt hebt, maar mijn kruis zeggen, ja, maar... Je moet me wel blijven betalen, hè? Maar ik ben er niet tegen verzekerd. Dus het heeft heel veel meer consequenties dat iedereen wel... Maar hoe komt die verdeeldheid? Want jullie rijden wel Parijs-Nice, 7 andere profteams niet. Er zit geen lijn in, hè? Kijk, ik hoorde het u graag zeggen van Van Mol. Ivan werkt 26 of 27 jaar bij mij. Ja. En Ivan heeft eigenlijk maar 2 kleuren, wit en zwart. En als hij het zwart ziet, dan... Moet je niet proberen van hem te overtuigen van iets anders. Dus als hij al zegt van het is voor niks nodig, al die paniek, dan was ik blij dat hij het woord nam, zeg maar. Ja. Italië, dat is 1 ding. Nu, wat die Ronde van Vlaanderen hier op de been brengt, dat is nog iets anders. Ik hoor dat
toch wel enkele organisatoren met de daver op het lijf zitten. Ja, we bebberen allemaal een beetje nu natuurlijk. Hè. Ja. Ik had vanmorgen een mevrouw van de marketing van de Koning aan de lijn. Een tent van 200, of een plaats van 250 mensen op het parcours. Als je er nu in hang bent te steken, kost dat natuurlijk enorm veel geld. Denk maar een keer aan de 2000 mensen op de Nieuwe Kwarmon. In de tent van Flanders. De catering, alles moet geregeld worden. En als je morgen dat afblaast, je bent er niet door verzekerd. Mijn vluchten zijn naar Milaan gewijzigd geweest door SN zelf. Ik heb tot op vandaag geen bericht dat ik mijn geld terugkrijg. Ons hotel was in voorschot betaald. Uh-huh. Ja. Je moet er allemaal rekening mee houden. Maar wat zeg je op parcours? Dus een event van sponsors, dat hebben ze al... Dat heeft jullie sponsor al gecanceld. Te doen. Ja. Ja. Want dat belooft... Ik neem aan als Wouter van den Houten dat gaat opvolgen. En hij zegt van 2000 man in een tent. Want dat zijn ook risico's dan die... Ik zou toch wel graag nog een klein beetje wachten met deze drastische beslissingen te nemen. Maar wat denk je? Het is te zien hoe dat hier uit de hand loopt. Als we naar Italiaanse toestanden gaan, dan is er geen andere mogelijkheid. Ja. Maar als het kalm tussen aanhalingstekens is, als ik me niet vergis, hebben we hier nog niemand gestorven. Mm-hmm. En ik hoop dat dat bij blijft. Mm-hmm. En er wordt heel rap gereageerd. Ik denk dat er nu 10 ziekenhuizen zijn in België die klaarstaan om de mensen de test te doen. Mm-hmm. Ik heb zelfs ergens horen waaien dat je nu zelf een test kunt doen. Ik zou dat natuurlijk niet aanraden, want je weet nooit dat je een mistest hebt. Nee. Maar ik zou zeker bij ons in de sport kalm blijven. Ook en we hopen tegen de Giro dat alles tegen de maand mei dat alles in orde is, want die moet Remco Evenepoel gaan winnen. Laat ons bidden dat hij de prologue wint. Dat is wel fantastisch. Ja, het is toch. Ik wil hem er toch nog even bij halen, Patrick. Want het is toch du jamais vu wat hij allemaal aan het doen is. Hè? Ik zit 15 jaar in de sport. Ik heb zelf 10 jaar een beetje met de fiets gereden. Ja. We hebben al een paar fenomenen gezien, maar dit heb ik nog nooit gezien. Hè. Nooit ergens gezien, jij? Onder... Nee. Ik heb Jean-Luc van den Broeke gekend, Frank van den Broeke, Eddy Merckx. Ze moeten niet bij hem te zijn, ze zal even zo goed zijn als Merckx, want Eddy reed 140 koersen per jaar. En wij zijn limiteerd op 80. Mm-hmm. Dus ik kan dat nooit. Het is ook iets... Remco zal geen 20 koersen per jaar winnen. Maar wat hij zal winnen, zal mogen zien zijn. Ja, zonder corona, eerst de Giro en dan volgend jaar de Tour. En dan kom je nog eens terug. Who knows? En dan breng je hem mee. Ja, als hij wel. Als hij wel, dat is goed. Patrick de Vever, dank je wel. Dank je wel ook mijn andere gasten. Fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken, dames en heren. En om een beetje in de sportsfeer te blijven. Als u wilt kijken, als u wilt zien hoe ver Maarten van Gramberen met een speer kan werpen, dan moet u blijven kijken naar Wereldrecord. Fijne avond nog en tot morgen.